Marcel van Roosmalen, groot Vitesse supporter. Vitesse heeft de laatste 4 wedstrijden 1 punt gehaald. En vandaag, 4 wedstrijden voor het einde, trainer Henk Vrezer ontslagen. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het jammer. Waarom eigenlijk? Nou, omdat, kijk, Henk Vrezer is de enige trainer die ooit een prijs heeft gewonnen bij Vitesse. Dat zie ik iemand anders nog niet snel hem nadoen. En ik denk dat het geen enkel effect heeft. Ik vind het gewoon een hele rare beslissing. 4 wedstrijden voor het einde. Oh, ik hoor mijn dochter roepen. Die is het ook niet mee eens. 4 wedstrijden voor het einde. Komt Edward Sturing dan aan de macht? Nou ja, daar gaat ook geen schokeffect van uit, denk ik. Dus ik weet niet waarom. Er valt toch niks meer. De boel is reddeloos verloren dit seizoen. Laat hem dan ook de rit maar uitzitten. En door de voordeur naar buiten gaan. Voor zover dat mogelijk is. Maar het heeft er misschien ook iets mee te maken dat Sparta het komende weekend op bezoek komt, zijn toekomstige club. Ja, maar zo'n figuur is het niet dat hij nou expres van Sparta gaat verliezen. Bovendien, Sparta redt het ook wel zonder Vitesse. Twente komt ook nog op bezoek. Vond je Vrezer goed bij Vitesse passen? Ja, ik vond hem heel goed bij Vitesse. Ja, het laatste halve seizoen was het voetbal niet om aan te zien. Maar als mens en als no-nonsense figuur. Vond ik hem heel goed bij Vitesse passen. Ook hoe hij alle conflicten die er toch geweest zijn intern heeft weten te houden. Ja, ik vond hem goed bij Vitesse passen. Wat is dan jouw indruk hoe dat dan de afgelopen dagen is gegaan met de Russische eigenaar, met Joost de Wit als directeur, die dan uiteindelijk vandaag beslist Vrezer op non-actief te zetten? Nou, Joost de Wit beslist helemaal niks. Die doet alsof hij dingen beslist. Ik las vorige week een verhaal dat hij iedere club een eigenaar gunt. Nou, ik gun niet iedere club in Joost de Wit. Ik bedoel, die handelt vanuit een soort banketbakkersgeest. Ja, hij weet van voren niet wat hij van achteren doet. Die heeft helemaal niks besloten. De Russische baas heeft dat besloten? Ja, de Russen, de commissarissen, de baas. Waarvan we ook niet weten wat er in die hoofden omgaat. Die hebben dat besloten. Omdat Vrezer niet de meest meegaande trainer was voor hun. Dus ja. Daar heeft Joost de Wit niks mee te maken. Heb jij de indruk dat het een Vitesse supporter stoort? Dat er inderdaad totaal geen duidelijkheid is wat de Russen nou precies met Vitesse willen? Nee, ik denk dat de gemiddelde supporter niet stoort. Het stoort mij ook niet. Ik bedoel, ik lig er niet wakker van. Ik bedoel, ik ga af en toe naar die wedstrijden en dat vind ik dan leuk of niet. Maar het stoort mij niet. En dan gaat Sturing het seizoen afmaken. Dat is overigens niet voor het eerst dat hij dat gaat doen. Nee. Wat is jouw indruk van Edward Sturing als coach? Nou, het is geloof ik de 5e keer dat hij dat gaat doen. Ik geloof dat we nooit hoger zijn geëindigd dan 11e onder leiding van Edward Sturing. Maar voor de rest, het is een clubman met het hart op de goede plaats. En ik verwacht weinig van de komende 4 wedstrijden. Nou, dat is weinig hoopvol. Nee, maar moet ik zeggen. Ga je wel vanuit dat die play-offs gehaald worden? Vitesse staat nu 7e, dat zou genoeg zijn. Ja, daar ga ik vanuit. Gezien het programma, ik denk dat we winnen van Sparta en van FC Twente. Nou, dat is al genoeg om 7e te worden. Ook met Sturing? Ook met Sturing. En daarna komt er een Rus, Slutsky. Heb je daar een beetje zin in? Ja, hele hoge verwachtingen van. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik zag hem dansen op tv en ik dacht, nou, dat is wel iemand die erbij past. Ja, een soort feestbeer. En het lijkt me een figuur die heel goed bij Vitesse past. Ik weet niet waarom. Maar ik heb heel veel zin in Slutsky. Ik wil eigenlijk net vragen waarom. Nou, daarom een beetje gek. Een Rus. Ja, waarom niet? We hebben nu alles gehad. Ja, dat dansje was wel spectaculair. Heb je dat nog geprobeerd te imiteren? Ja, ik weet niet hoe je me inschat. Maar ik ga echt het dansje van Slutsky niet imiteren. Nee. Niet? Nee. Los van dat je er zin in hebt, denk je dat deze man het voetbal en Vitesse verder gaat brengen? Nou, het kan niet zo heel veel slechter. Dus ik denk dat het in ieder geval minimaal op gelijk niveau blijft. Ik weet ook niet welke spelers er volgend jaar zijn. Daar zal toch wel veel van afhangen. Ik hoop dat hij goede spelers krijgt. Want daar heeft het dit jaar ook wel een beetje aan gelegen. Ik bedoel, en we moeten Vrezer natuurlijk wel altijd dankbaar blijven dat hij een prijs heeft gewonnen. Daarom vind ik het wel een schande dat hij is ontslagen. Ik bedoel, 125 jaar lang hebben allerlei trainers van hoog tot laag geprobeerd Vitesse aan een prijs te helpen. Lukt het iemand, wordt hij het seizoen erop ontslagen. Ik vind dat je zo'n man altijd met alle egards moet uitzwaaien, niet op zo'n manier.